Hoi allemaal, ik ben Chantal van Craftmama en vandaag ga ik jullie deze origami strikken laten zien. Super leuk om te maken om ergens op te plakken, bijvoorbeeld op de voorkant van een boek. Je kunt er van alles mee. Ik ga jullie vandaag in simpele stappen laten zien en rustig gaan uitleggen, dus laten we gaan beginnen. Wat je als eerste nodig hebt is een vierkant papier met een patroon erop. Je mag zelf kiezen natuurlijk wat je wilt. Ik ga deze gebruiken. Zodat jullie het goed kunnen zien. Ik zal een beetje uitzoomen. Ook heb ik hier een schaar liggen en ik heb wat lijm liggen om straks vast te plakken. Nou, waar we als eerste mee gaan beginnen is, ik heb hem één keer nu diagonaal gevouwen. En dat gaan we nog een keer doen. En als je een papier met twee kleuren gebruikt, dan moet je goed even kijken welke kant je aan de binnenkant en de buitenkant van die strik wilt. Als je hem zo gevouwen hebt, draaien we hem om. En dan vouwen we hem hier nog twee keer op. Dan vouwen we hem dus over de gewone lengte heen. En ik gebruik vaak een stokje. Kun je de vouwen mooi maken. En dan vouw je hem nog een keer zo. Dan hebben we de vouwen erin. Dan leggen we de punt naar beneden toe. Gaan we deze punt pakken. Die gaan we dan zo hier naartoe brengen. En dan de vouw terug. En doen we hier dus nog een keer. We pakken deze punt. Naar binnen. En dan vouwen we hem op de vouw terug. Dus wat je dan aan deze kant aan de bovenkant hier hebt zitten, dat is de kleur waarin je strik wordt. Nou, dan gaan we hier hem nog een keer naar binnen vouwen. Dat is fijn dat deze lijnen heeft. Dat is makkelijk vouwen. Dat doen we dan zo naar beneden duwen. En nou gaan we helemaal opvouwen, want dit dingetje dat we omgevouwen hebben, dat gaat zo meteen naar binnen toe. Dan hadden we dus deze zo gevouwen, dan draai ik hem om. Want ik wil graag de gestreepte aan de buitenkant hebben. En dan zorg ik even dat alle vouwen er goed in zitten. En dan pak ik hier dus deze zo vast, die gaat dus zo naar binnen toe. Het is even vervelend om hem goed te krijgen. En dan moet ik zorgen dat dit zo in de punt gaat. Dus wat ik doe is, ik pak hem hier vast. Duw dit naar beneden. En dan duw je dit zo. En doe ik aan de andere kant. Dus ik zet hier mijn vinger op. Ik zet hier de vinger op en dan duw je dit zo naar binnen. En dat doe je aan deze kant ook. Dan hebben we dus de gestreepte aan de binnenkant zitten. En dat wordt dan dus de kleur van onze strik. Dan gaan we deze randen naar binnen vouwen. Dus wat we nou dus hebben is dus dit zo naar binnen gevouwen. We pakken deze rand vast. En dan vouwen we die dus zo naar beneden toe. En ook aan de andere kant. En dan draaien we hem compleet om. En doen we dat hetzelfde. Vouwen we hem zo om. En dan kunnen we hem gaan openklappen. Dan trekken we dit zo open. Moet je hem goed vouwen, zodat het niet openvalt. Dan duwen we dit zo naar beneden. Dit wordt de binnenkant van onze strik. Dan hebben we nu een schaar. En dan gaan we knippen. Dan gaan we deze lijnen gaan we inknippen. Tot aan het vierkantje. Alle vier. Dus dat is 1. Twee. Dan hebben we nu deze vorm. En dan gaan we hier deze naar binnen vouwen. Nu we alles geknipt hebben, kunnen we verder gaan vouwen. We pakken deze, die gaat hier naar beneden toe. En dan gaan we vanuit deze hoek zo deze naar binnen vouwen. En dan doen we ook aan de andere kant. Dus we pakken deze. En die gaat hier zo. Dan kunnen we deze terugvouwen. En ook deze
in een hoek zo vouwen. En ook hier in een hoek vouwen. Dan zorg ik even dat ik deze nog verder genoeg ingeknipt heb. En dan gaat deze straks. Kunnen we eraf knippen. Als we deze nou goed gevouwen hebben, kunnen we deze hier dus nu gaan omvouwen en hierin stoppen. Niet te plat vouwen, je mag wel een beetje omhoog staan, want dat is ook een strik. En ook aan deze kant. Dan knip ik hier het midden in. Draai ik hem even om. En dan vouw ik deze één keer hier naartoe om. Je kunt het nog even open laten als het makkelijker vindt. En ook deze. Deze hoef je niet precies te vouwen. Want linten van een strik zijn altijd een beetje scheef. Maar je kunt het natuurlijk ook heel precies vouwen. Ik gebruik hier graag een beetje lijm op dat ze goed vastzitten. Niet te veel te zijn. En dan knip ik hier zo. Een driehoek uit. En dan kan ik hier een beetje lijmen doen. Om deze nou terug te vouwen. En dan is je origami strik helemaal klaar. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat jullie hem zelf ook kunnen volgen. Je kunt er dus verschillende papier voor gebruiken. Deze is bijvoorbeeld gemaakt van gewoon normaal kopieerpapier, gewoon normaal printpapier die je zelf bijvoorbeeld kan kleuren. Dit is wat dikker kartonpapier, dus scrapbookpapier, maar dat geeft meteen een mooi effect. Nou, geef hem natuurlijk een duimpje omhoog. Zijn er nog meer leuke dingen die jullie willen zien? Laat het dan even weten door onder in een comment te geven. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Doei!